Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondag 15 juli. Het wordt een stralende dag, een echte zomerdag met nauwelijks bewolking en hoge temperaturen. Vanochtend loopt het kwik al snel op tot boven de 20 graden. De wind waait uit het oosten en is overwegend zwak rond windkracht 2. Vanmiddag kan er aan zee een zeewindje opsteken. De temperatuur loopt verder op, het wordt zo'n 25 tot 26 graden op de stranden en 28 tot 29 graden diep landinwaarts. Mogelijk op een enkele plek zelfs 30 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, met temperaturen boven de 20 graden. De wind blijft zwak tot matig en vannacht daalt het kwik dan uiteindelijk naar een graad of 14. Morgen nog een zomerdag met hoge temperaturen. Het wordt nog iets warmer, lokaal 30 graden in het zuiden. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. In de middag komen er vanuit het westen wel meer wolkensluiers. Dinsdag kan er verspreid in het land een enkele bui vallen, maar wordt het nog wel erg warm met 25 tot 28 graden in het binnenland. Woensdag en donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog en ook dan is het in het binnenland nog zomers warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zondag.